Saskia de Haas en Lenneke van Stalen zijn tweedejaars op deze afdeling. Zij studeren Noord-Indiaanse klassieke muziek. Een van de vier richtingen die je kunt kiezen. De vraag is alleen, wat kan je ermee doen? Is als je het nog nooit op zo'n manier muziek hebt gehoord. De combinatie van westerse instrumenten en Indiaanse muziek. Ja. Bewek cello is een heel nieuw instrument, dat speelt niemand in India, zeg maar. Het is geen Indiaans instrument, dus is het verschil eigenlijk. Viool is al een Indiaans instrument en de cello nog niet echt. Maar het maakt niet uit, hoor. Waarom zou je Indiaanse muziek op westerse instrumenten gaan spelen? Waarom niet op Indiaanse instrumenten? Nou, omdat het... het idee achter muziek daar is gewoon heel anders dan hier. Het maakt op zich niet zoveel uit welk instrument je speelt. Het is niet voor één instrument gecomponeerd. En ja, de stem is het uitgangspunt in de Indiaanse muziek. Mm-hmm. Het is de bedoeling dat wij ook zoveel mogelijk de stem imiteren eigenlijk op onze instrumenten. Hij geeft ons een idee van zo ziet... deze raga eruit. En, raga? Dat is een beetje moeilijk inderdaad. Raga is een... Je kunt raga in twee delen splitsen eigenlijk. En dat is ten eerste technisch gezien een soort toonladder en toonsoort zoals wij dat hier hebben. En aan de andere kant betekent het letterlijk which colors the mind. Dus er zitten ook allemaal emotionele kenmerken in de muziek. Een bepaalde sfeer. Ja, een sfeer. Ja. Hoe ben je er toe gekomen? Voor mij was het eigenlijk bijna toeval. Ik ging met een vriendin naar India toe, naar mijn eindexamen van de middelbare school. En zij was half India's en we hebben daar 9 maanden gezeten ongeveer. En ik wilde ook iets te doen hebben. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Je speelde al viool? Ik speelde westerse muziek gewoon als hobby. Ik heb zelf ook altijd cello gespeeld. En dat niet op professioneel niveau, maar gewoon voor de lol. En toen ontdekte ik dit opeens vanuit mijn studie muziekwetenschap. En ja, dat sprak me gewoon ontzettend aan. Gewoon de klank en de manier van muziek maken. Speelt. Het is een ritmische cyclus. Dit is de tabla? Ja, dat is de tabla. En die speelt een cyclus en daarbinnen is een melodie gecomponeerd. En daar wordt over geïmproviseerd. Binnen die cyclus. Ja, nee. Ja. Want ik zie hier nergens notenbalkjes. Nee. Of zijn we misschien in dit geval? Ja, maar we schrijven wel wat op. Kijk, dit is een raga multani. Dit is eigenlijk heel duidelijk. Dit is, hier heeft hij opgeschreven wat de tabla speelt. Ja. Dit zijn tabla bols. Dat zijn de namen die je geeft aan een bepaald geluid wat je eruit haalt. Mm-hmm. En dit is ondertussen de compositie die wij dus spelen terwijl hij dit speelt. Op zich voor de muziek zou ik technisch ook alles hier kunnen leren. Mm-hmm. Maar ik voel inderdaad wel behoefte om daar af en toe naartoe te gaan, hoe het past in die cultuur. Je ziet hoe mensen reageren. Het is heel waanzinnig om te zien hoe het publiek en die artiesten op elkaar reageren als er een concert is. Mensen die communiceren echt met elkaar. Die zeggen tegen de uitvoerende wanneer ze iets mooi vinden, wanneer ze iets niet mooi vinden. Gewoon allemaal tijdens dat spelen van die muziek. Die mensen kennen die raga's dus ook allemaal. Dat... Mensen die daar natuurlijk in geïnteresseerd zijn. Ja. Kijk, hier in Nederland kent ook niet iedereen klassieke muziek. Dus... Het is ook elitair. Eigenlijk wel. Ik ben bang van wel. Ja? Ja. Het is geen volks... Volksmuziek. Nee, je hebt ook volksmuziek. En je hebt natuurlijk de moderne filmmuziek. Die is heel erg populair onder iedereen. Daar, maar dit niet. Dit is klassiek, ja.
Dat vinden ze ook saai, de jongeren daar. Ja, dat denk ik, ja. De Indiase jongeren vinden dit helemaal niks. Nee, eigenlijk niet. En hoeveel leerlingen zijn er hier die dit als vak, als hoofdvak hebben? Ja, het zijn er ongeveer 13, 14. En als je hier nou mee klaar bent, dan, wat kan je dan doen? Ja, dat is erg moeilijk. Er is geen bedroog brood mee te verdienen. Nee. Geef je film niet. Hi. Hi. Students not only from Netherlands but from all over the world. Mm-hmm. Even from America I get disciples. Mm-hmm. Even from Japan I get disciples. But do you think that they can really understand the Indian music? Yes. Like I can understand English. Well, in India I don't speak English, but I can understand English. But it's not the same as a language, is it? Well, you enjoy music. You don't have to enjoy music. You don't have to learn grammar of music. Don't you think? No. Music should be beautiful, that's all. Keep tempo very strictly. And can you feel where the difficulties lie for them? Difficulties, since they are born and brought up over here, they have not heard so much Indian music. They don't get different kind of many recordings over here, which are not available, Indian music. Mm-hmm. Even in radio, in television, they are only exposed only through Western music, jazz, pop, rock, electronic music. Mm-hmm. So I don't blame them, because it takes time to understand about Indian music. Mm-hmm. If how long does it take? Well, it depends upon your time. If you have full time, then it might take about 3 to 4 years. Mm. Does that mean that it's more difficult to teach people here than to teach Indian people? It is, these days it is more easier to teach students over here than in India. It's easier here. Yeah, because they are... I'm surprised. Yes, they are more dedicated. More dedicated over here, because they don't get teachers over here. You know, the cello is not built to be... To be played played like this. That's why, you know, on the ground. And when she sits on the ground, then she gets more sliding notes while playing cello. Otherwise, it is difficult if she sits on the chair and plays the same gamakas, like sliding notes. It's difficult for her. Mm. Like violin. In this country, you will find the violin, they play like this. Mm. Okay? But in Indian system, you have to sit on the ground and play. The people that you teach here, can they ever become Indian top musicians? Why not? Why not? If they work hard, one day they will become. Otherwise, why to work hard? What would you recommend them? I would recommend them just to practice music, forget about... when I started music, I was having just hobby sake I was practicing. I never knew that I am going to become a professional musician. Mm. So don't think that you are going to become a professional musician. Just do music. That's all. Me, Danny, the Gama, 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 Gama.